als je het hebt over sociale media, is het wat mij betreft gaat het eigenlijk om bruggen bouwen. Bruggen bouwen tussen doelgroepen en vervolgens ook aangaan van dialoog en interactie met diezelfde doelgroep en met die mensen. En heel erg belangrijk, en vooral ook de volgorde, eerst ga je informatie en kennis met mensen delen en vervolgens ga je dan pas weer nemen. Heel vaak beginnen mensen met sociale media en zeggen van nou, ik wil graag heel veel dingen krijgen, hè, neem heel veel. Dan denken mensen, ja, maar dat is niet zo aardig. En waarom zou ik dan jouw dingen moeten gaan geven? Wie ben jij? Dus het is veel beter om te beginnen met eerst eens te delen. Heel erg bescheiden op te stellen en ook te kijken van, wat kan ik van andere mensen leren? Waar zitten de interessante mensen en interessante informatie? Dan kan je natuurlijk ook gaan kijken van, als je nou eenmaal een beeld hebt van potentiële doelgroep of interessante mensen, dat je die vervolgens ook gaat volgen en daarmee een dialoog gaat starten. Want je kan namelijk, en dan kom ik straks ook op, via een paar stapjes, toch gemakkelijk mensen die je eigenlijk niet kent, toch beter leren kennen en vervolgens ook misschien zaken mee gaan doen of in ieder geval interessante connecties aan overhouden. Als je het over kernwoorden die horen bij social media, gaat het over samen. Het gaat ook over het delen. Het kan informatie, connecties en mensen zijn. Het gaat ook over verbinden. De verbinding leggen tussen jou als persoon, jou als andere personen, doelgroepen, bedrijven. Het gaat ook om het verbeteren, wat mij betreft. We hebben natuurlijk al vanochtend wat zaken gehoord van Ellen, hoe dingen ook niet goed kunnen werken op sociale media. Maar ook zaken die wel goed kunnen werken. En wat mij betreft gaat het dus echt om luisteren, om het leren. Leer van elkaar. Je kan heel veel zaken, als je het niet weet, kan je ook dingen vragen. Bijvoorbeeld durf te vragen, hashtag op Facebook en LinkedIn. Is ook in die zin een mooi medium om dingen die je niet weet aan de crowd te vragen en zeggen van, goh, help mij eens even. Geef mij eens even dat interessante inzicht, dat ik weer verder kan gaan. Het gaat ook om het delen en eigenlijk denk ik heel erg belangrijk, aardig en menselijk zijn. Het doet niet voor niets sociale media. Het gaat dus om wat mensen doen. En daar ligt ook een klein risico in. Als mensen zomaar wat gaan doen, dan kunnen dingen verkeerd gaan. Maar het is in het echte leven ook zo. In het echte leven doen mensen ook soms dingen verkeerd. En datzelfde zie je dus ook terug op sociale media. Voor wie is dan sociale media? In principe zeg ik eigenlijk in eerste instantie, het gaat om de mens. Een mens wat dat betreft, een zelfstandig professional, iemand in dienst ergens. Want uiteindelijk bedrijven en organisaties, die bestaan uit mensen. De organisatie wat dat betreft is een verhaal, maar de mensen doen daar wel mee. Mensen zijn wat dat betreft het grootste belang van een organisatie. En als je dan kijkt waarom sociale media, nou wat dat betreft wat cijfers, of ze helemaal 100% kloppen weet ik niet, want het gaat inmiddels zo snel, dus haast niet meer bij te houden. Maar volgens de laatste berichten ligt Facebook op de 6,8 miljoen gebruikers in Nederland, LinkedIn 3,3 plus nog een beetje, en Twitter 1 miljoen actief, of in ieder geval 1 miljoen accounts, waarvan er ook een aantal wellicht niet actief zijn. Maar dat zou ik altijd zien in sociale media, mensen maken dingen aan en er gebeurt vervolgens niks. Maar puur om even een beeld te geven van, het gaat toch wel over aanzienlijke aantallen. Als je even nadenkt aan bijvoorbeeld de vroegere tv-verenigingen, Veronica, de Afro-gids, die hebben aanzienlijk minder bereik wat dat betreft. Dus het gaat wel om grote getallen. Het is niet zomaar, er was even sociale media en het zal weer weggaan. Dit gaat alleen maar door en wordt alleen maar meer. Ik bedoel, als je het naar de wereld trekt, Facebook heeft 1 miljard plus gebruikers. Ik bedoel nog eventjes, en ze gaan, zijn India dus al voorbijgestreefd inmiddels. En ze gaan natuurlijk ook China voorbijstreven in aantallen. Dus het zijn wel serieuze hoeveelheden mensen die daarmee bezig zijn. Nou, zoals Simon Sinek ons al vertelde bij TEDx, het gaat ook om het waarom. Hè. Begin eens met waarom in plaats van met andere zaken. Beetje even niet helemaal gedaan, maar toch, waarom komt wel terug. Hier staan een aantal zaken op waarvoor je sociale media zou kunnen gaan gebruiken. Hoeft niet, maar het is wel een middel om het te kunnen gaan doen. Natuurlijk je naamsbekendheid te gaan vergroten. De beïnvloeding van het koopgedrag. Pochina gaat het steeds meer mensen en het gaat echt richting de 50%, 60%, 70% die eerst online gaat kijken voor zij een product gaan kopen. En nog beter, ze gaan ook gewoon hun vrienden vragen van, goh, wat is van jou nou interessant? Wat zou ik moeten kopen? Gaat dus wel fundamenteel het koopproces ook beïnvloeden en veranderen. Nou, zoals ook al eerder gezegd vandaag, je kan natuurlijk ook website traffic genereren. Bijvoorbeeld die vaste kern, je website met je blog en je e-mail nieuwsbrief. Daar kan je natuurlijk ook weer mensen naartoe trekken door de sociale media. Leuk voorbeeld, ik heb gisteren eventjes Ellen gevonden natuurlijk via de uitnodiging en gelijk nieuwsbrief aangemaakt en ook gelijk gevolgd. Het zijn wel dingen die gebeuren door de sociale media. Dus dat soort dingen, die zijn er gewoon en zorgen ook weer voor meer verkeer naar je website, waardoor dus weer meer mensen ook naar de nieuwsbrief kan gaan krijgen. Het gaat ook om niche marketing, je kan natuurlijk een niche uitlichten en vervolgens daar ook, zoals ook al Ellen zei, zo'n niche
stuk pakken, bijvoorbeeld zo'n Rammstein of iets anders, dat je echt daar gewoon op gaat focussen. Dat kan je heel mooi gaan doen met sociale media, door heel veel zaken daar te gaan laden. Als je net over wanneer doe je dan iets met sociale media? Wat mij betreft tijdens het werk. Niet elke organisatie laat het nog helaas toe. Ik ken wel de verhalen onlangs gehoord van dat YouTube is geblokkeerd en dat Facebook ook maar eventjes niet gedaan mag worden. Dus wat dat betreft is niet altijd overal even makkelijk. Maar het zal denk ik een kwestie van tijd zijn dat het eigenlijk gewoon het weer wordt losgelaten. Want je kan niet mensen continu alles blijven tegenhouden. Tenzij je natuurlijk wat dat betreft werk doet met geheimhoudingsaard, et cetera. Het gaat er met name om, waar denk je dan over na? Wat houdt jou bezig? Ook de hulpvragen stellen van als je nou ergens tegenaan loopt. Help mij eens een keer. Dat kan natuurlijk ook vanuit consultants, vanuit verschillende hoeken zijn, op verschillende plekken werken, dat je elkaar gaat helpen. Leuk voorbeeld is natuurlijk bijvoorbeeld Seeds to Meet, waar natuurlijk heel veel mensen na het bijeenkomen, dingen uitwisselen, zelf werken en gaan netwerken. Na het werk, uiteindelijk zeg ik altijd maar, je doet zaken met de tent of met de vent en niet zozeer met de tent. Als je het heel strak zou zeggen, dan zou je misschien de tent als LinkedIn kunnen zien en de vent dan meer als Facebook. Facebook wat dat betreft heeft ze voor, heeft ze naast. Ik vind het altijd een aardig beeld geven wat iemand dan ook privé doet en vind ik ook wel belangrijk om te zeggen van, goh, wie is diegene dan? Je kan natuurlijk een mooi zakelijk profiel ophangen op LinkedIn, maar dat zegt ook niet alles. Want daarom ben je ook een mens die ook dingen heeft, ambities heeft, hobby's heeft, et cetera. Het geeft mij wel meer inkleuring aan de persoon waar je eventueel mee kan gaan afspreken of mee kan gaan connecten. Aangezien wij nog over koffie houden hier, dacht ik van laat ik maar social media aan de hand van koffie dan toch kort eventjes uit de doeken doen. Op Facebook zou je veel meer zeggen van ja, ik hou van koffie. Op Twitter zeg je, ik ben koffie aan het drinken, hashtag je koffie, want dan kan iedereen makkelijk terugvinden dat jij koffiedrinker bent. Op LinkedIn ga je natuurlijk enorm vertellen dat je heel goed bent in het drinken van koffie, want dan kunnen mensen met jou samen heel goed gaan koffie drinken. Op YouTube laat je vooral zien hoe goed jij koffie kan drinken. Kijk, mij is iedereen koffie en daar ben ik al de best in. Pinterest, hier heb je een hele berg foto's van mij waar ik koffie aan het drinken ben. En ook misschien nog een paar linkjes naar recepten, oplog met koffieplaatjes. Vervolgens, als je dan Meetup, een netwerk om meetings op te zetten, ga je natuurlijk gezamenlijk een afspraak maken van jongens, gaan we gezamenlijk koffie drinken. Dat is leuk. Google is natuurlijk een beetje een, nog steeds een wat, het gaat een kant op. Een beetje flauw misschien, een Google werknemer die vervolgens koffie gaat drinken. Het is een beetje flauw, ik ben met Frank eens, Google gaat wel een goede kant op. Ze zijn wel met serieuze zaken bezig en het helpt ook met name in jouw eigen vindbaarheid. Dus onderschat Google niet. Ze hebben alleen wat dat betreft wat opstartproblemen om het ook echt goed een richting op te geven. En natuurlijk met Facebook, dat je bij Starbucks incheckt dat je koffie aan het drinken bent. En Instagram, natuurlijk ook wel altijd leuk. Hele mooie foto's, vintage foto's van die koffie. Want uiteindelijk... Foursquare, sorry. Ja. Dus bij Foursquare check je dat in voor de Starbucks. Het is natuurlijk een beetje ook grappig bedoeld, maar het geeft wel net even de verschillen aan. En er valt net even een dingetje om, voor de kijkers thuis. Waarschijnlijk komt het weer goed, hopelijk. hoe doe je dat dan in sociale media? Mocht je al begonnen zijn, of moet je nog gaan beginnen met sociale media? Uiteindelijk, je moet niks, maar ik zou het wel aanraden, want anders zou het toch nog wel eens wat lastiger kunnen worden op termijn. Vraag je altijd eerst eens af, wie ben je nou zelf? Wat zijn jouw doelen? Waar sta je voor? Wat wil je gaan bereiken? Wat is je doel met sociale media? Ik bedoel, je kan wel zeggen van nou, ik ga ook maar op sociale media omdat mijn buurman er ook op zit. Of dat mijn collega het ook maar doet. Maar dat is vaak niet de beste start om het goed te gaan inzetten. En dan ga je waarschijnlijk ook heel veel tijd kosten om dat ook goed te gaan laden. En daardoor, die tijd die ik kwijt ben, kan je niet aan andere dingen besteden. En ook niet lui zijn bijvoorbeeld. Wat op zich heel erg aantrekkelijk klinkt, dat lui zijn. En waar is je doelgroep al? Ik bedoel, heel vaak gaan mensen zeggen van nou, ik ga zelf wat bedenken. Zo'n ringetje of zo'n dingetje en mensen moeten daar maar naartoe komen. Nou, dat is best nog wel lastig, want er is zoveel aanbod van informatie, van sites, van sociale media. Waarom zouden ze dan nou precies naar jou toe gaan komen? Dat is niet zo makkelijk. Dus je kan beter zijn daar waar ze al zijn. Dat is wat dat betreft een stuk eenvoudiger. En dan kan je natuurlijk ook daar de bekende netwerken voor gebruiken die net al een beetje zijn behandeld. Als je het over Twitter. Wat mij betreft gaat het daar eigenlijk toch om het spotten van mensen, opinieleiders en die te gaan volgen. Doe heel vaak kom je net diegene tegen die toch weer een leuk artikeltje heeft. Of dat leuke, inspirerende tweetje uitstuurt. Dat kan je helpen om gewoon meer inspiratie op te doen. Je kan zelf informatie gaan delen om mensen dus naar je website te trekken.
bedoel, die blog is gaat ik heel makkelijk naar Twitter toe. Ik kan heel gemakkelijk geretweet worden. Ik kan natuurlijk ook wijzen, als je een tweet stuurt, van een dialoog die je al aan het voeren bent op LinkedIn. Van kijk, ze zijn een hele leuke dialoog aan het voeren over een bepaald onderwerp. Doe eens mee, log eens in en help eens mee met meedenken. Dus je kan mensen ook vanuit Twitter weer sturen naar een andere plek, anders dan je website, naar andere sociale media, waar misschien een interessante dialoog plaatsvindt. Als je het over LinkedIn, nou natuurlijk het linken met de collega's, ex-collega's, studenten en opdrachtgevers en klanten. Dat is wat dat betreft logisch. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om, behalve natuurlijk een goed profiel hebben wat klopt met wie jij bent, een goede samenvatting hebbend, om je tweedegraads netwerk. Het gaat erom wie kennen de mensen die jij kent. Want via hun kan je dus weer een connectie aangaan met andere mensen. Dus dat maakt het wat dat betreft makkelijker en inzichtelijker wie nou wie kent. En hoe je dus met andere mensen ook zaken zou kunnen gaan doen of mee zou kunnen gaan connecten. Met name de Q&A is ook interessant. Hè? Het gaat over het stellen van vragen, maar ook het beantwoorden van vragen. En met het beantwoorden van vragen kunnen ook degene die de vraag stelt mensen een beoordeling geven. Dus ze kunnen ook zeggen, jij had het beste antwoord. Nou, dat telt weer mee aan jouw profiel, omdat je dan een plusje erbij krijgt. Van, hey, je hebt ook één keer het beste antwoord gegeven. Dus op zo'n manier helpt LinkedIn ook mensen om zichzelf te ontwikkelen in de rol van een expert, in de rol van een guru. Nou, natuurlijk is het altijd goed om een bedrijfsprofiel aan te maken over jouw bedrijf. Daar kan je heel gemakkelijk jouw producten en diensten in zetten. En je krijgt ook inzage in je medewerkers. En medewerkers moeten ook eventjes het bedrijf dan erop zetten. Dus op zo'n manier krijg je ook als aanschouwer van, goh, die werken allemaal, misschien ken je die van vroeger. Dan kan ik hem eens bellen in plaats van standaard de hoofdnummer gaan bellen. En wat misschien al bij een aantal mensen is binnengekomen, is dat mensen jou gaan waarderen op jouw skills die je hebt. Als je skills hebt ingezet, kunnen mensen het gaan waarderen. Mensen die dan ze nu dan eentje doen of in één keer alles doen. Maar op zo'n manier ga dus aan mensen die jou kennen vragen van, goh, waar ben je goed in? Ben je goed in presenteren? Ben je goed in mindmappen, et cetera? En dan kunnen mensen jou beoordelen door simpel te zeggen van, nou, ik ben het daarmee eens. Dus dan zie je weer fotootjes van mensen die daarmee eens zijn op jouw profiel verschijnen. Dus dat helpt andere mensen weer, die zien van, goh, diegene heeft al zoveel gemindmapt. Misschien is die wel erg goed, of misschien ook niet. Maar het geeft wel meer beeld, meer inkleuring van jou als persoon. Wat natuurlijk ook steeds meer wordt, is dat mensen online gaan bekijken van, goh, wie is diegene dan? Je hebt de tijd gewoon niet meer om overal naartoe te reizen. Mensen het echt ontmoeten. Dus hoe beter jouw profiel is, hoe meer mensen uiteindelijk wellicht op jou gaan uitkomen. Facebook. Wat mij betreft geeft het een beeld van jou zelf als persoon. Je hebt heel veel mogelijkheden om dingen te koppelen. Het wordt een beetje de infrastructuur van het sociale web genoemd. Nou, zoals gezegd, het is niet altijd alleen maar blijdschap met Facebook, want ook een aantal behoorlijke nadelen. Uiteindelijk is het ook een commercieel bedrijf en zij willen ook gewoon winst maken op een of andere manier. Gezien de beurskoers hebben ze daar nog wat aan te verbeteren op dit moment. Maar als bedrijf kun je wel je bedrijfspagina opbouwen. Je kan wel een dialoog aangaan. Misschien ziet niet iedereen alles, maar het is in ieder geval wel een middel om natuurlijk iets te doen. En natuurlijk ook niet onbelangrijk, Facebook is niet in Google. Dus wat dat betreft maakt het ook niet altijd even makkelijk om dingen zichtbaar te krijgen. Misschien een leuk voorbeeld. Ik was afgelopen maandag bij TamTam voor een bedrijfsbezoek. En die gebruiken Facebook eigenlijk helemaal niet zakelijk. Volstrekt alleen maar voor leuke dingen. Ze zijn van 3000 likes, gingen ze en had mensen uitnodigen om leuke dingen te gaan doen. Ze gingen taarten sturen, ze gingen allemaal grappige foto's op de site zetten. En voor de 4000 bezoeker kwamen ze langs om een hapje te gaan eten. Dus ze gebruiken Facebook alleen maar voor leuke, gekke dingen. Als een soort experimenteerlab wat je zou kunnen doen. Nou is TamTam natuurlijk een online mediabedrijf die websites bouwt en sociale media inricht. Dus zij kunnen het ook makkelijk. Maar ze ook Facebook kunnen gebruiken voor dat soort zaken. Dus volstrekt niet zakelijk. Dat is echt een kijkje geeft in de keuken van de organisatie. Plus, Google Plus. Wat dat betreft helpt het enorm voor je zoekvindbaarheid in Google. Alleen het is gewoon nog niet zo geadopteerd en niet zo in het systeem van mensen. En het zal misschien wel een keer gaan komen. Dus wat mij betreft, doe het gewoon. Begin het en zet daar wat zaken op die toch interessant kunnen zijn. Het zal een keertje gaan groeien wat betreft het gebruik waarschijnlijk. Want vergeet niet, ze hebben al tussen de 300 en 400 miljoen gebruikers. Ook niet helemaal niks. Of het allemaal actieve gebruikers zijn, is natuurlijk vers 2. Maar ze zijn in ieder geval wel. Pinterest. Bekend bij mensen? Wat dat betreft natuurlijk een mooi middel om foto's te delen, maar ook bijvoorbeeld een visueel cv te maken. Met bijvoorbeeld de logo's en de foto's van waar je gewerkt hebt. Met interessante publicaties die je gedaan hebt. Wat dat betreft een mooi middel om eens een keer vanuit een beeldende kant meer over jezelf te laten zien.
Als je kijkt naar jouzelf als mens in Google, want uiteindelijk begint heel vaak toch zaken met Google. Want ja, we hebben een adaptatie van 90%+ in Nederland, iedereen naar Google gaat. Ik bedoel, de meeste mensen tikken gewoon een naam van een bedrijf en drukken in Google en gaan dan naar de eerste beste hit. Dus Google blijft een belangrijk element. Maar het kan natuurlijk ook wel eens voorkomen dat je niet zo erg tevreden bent met je eerste top 10 resultaten. Dat het gewoon niet is wat jij wilt. Er zijn diverse bureaus voor en diverse ingewikkelde, dure kostenpartijen die allemaal mooie dingen voor jou kunnen doen. Brand Yourself, die hebben dat ook eens vastgesteld en die kwamen uiteindelijk vanuit de oprichter erachter. Die had een beetje een ongelukkige naam. Piet Kissler, een drugsdealer of not a drugsdealer? Nou ja, als je dat ook in Google even moet uitzoeken en je zoekt die man, dan denk ik van ja, wie zocht ik nou? Zocht ik nou die rare man of beker toch die lachende man? Nou, uiteindelijk ging het om de lachende man, maar hij kwam niet goed bovenaan. Toen zijn ze gedacht, goh, hoe kunnen we nou eens een beetje ondersteunen en gaan faciliteren? Ze hebben uiteindelijk een site gemaakt, brandyourself.com. En daar koppel je LinkedIn, Facebook en Twitter aan. En wat je eigenlijk doet, is je gaat hun vertellen hoe jij wil dat jouw zoekresultaten eruit zien. En dat gaan zij vervolgens ook zoveel mogelijk optimaliseren en sturen. Dus je ziet het er al een beetje gebeuren. De Sarah Smit LinkedIn profiel of de Sarah Smit Painful Divorce Record. Nou, die wil je natuurlijk omlaag hebben, de Painful Divorce Record. En die andere wil je omhoog hebben. Dus je gaat in feite, laat je Brand Yourself een analyse maken. En jij gaat aangeven wat is goed en wat is niet goed. Wat gaat over mij, wat gaat niet over mij. In mijn eigen voorbeeld, Alexis van Dam, heb ik weinig last van de andere Alexis van Dam. Er is een tweede inderdaad, die is compleet online non-actief. Maar je hebt natuurlijk mensen met meer voorkomende naam, waar het natuurlijk een stuk moeilijker is. Een oude collega van mij, die had inderdaad ook een communicatieadviseur was zij. En een andere van dezelfde naam, die had inderdaad allerlei drugstoestanden ook meegemaakt. En dat wil je niet in jouw profiel hebben, als mensen zoeken op die persoon. Dus dit kan enorm helpen om jouzelf beter in Google naar boven te laten komen. Nou, wat ze doen, ze gaan in feite de zaken inzichtelijk maken en ze geven jou ook tips en tricks hoe jij dus jouw LinkedIn profiel kan optimaliseren en je Facebook kan aanpassen. Bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeldje, als je in je biografie op Facebook zet, Alexis van Dam is dat en dat, helpt het al veel meer in de zoekvindbaarheid dan als je dat niet doet, want ik doe zus en zo. Dat soort kleine tips geven ze allemaal aan, die kun je allemaal gewoon gratis doorlopen en volgens jezelf gewoon meer een boost geven. Dat is jouw zoekresultaten worden geoptimaliseerd. Je krijgt ook diverse alerts van hoe het dan allemaal kan verbeteren. Elke maand krijg je een rapport. En dan kan je weer zien hoe de boel is ontwikkeld. En je kan natuurlijk je eigen profiel maken. Dat je dus ook hoog gerankt in Google. En je krijgt ook beeld van wie op jou gezocht hebben. Dus het geeft een mooi beeld van jij zelf dus als merk. Zelf als merk werkzaam bij een bedrijf of werkzaam voor jezelf. Ook gemakkelijk kan verbeteren in zoekresultaten. En dat koppelt natuurlijk met sociale media. En wat mij betreft gaat het erom dat je dus mensen opspoort via Twitter. Vervolgens is op Facebook kijkt wie is diegene. En wijst op een discussie die je voert bijvoorbeeld. Maar ook gewoon elkaar uiteindelijk gaat toevoegen op LinkedIn. Zo ken je elkaar via online en uiteindelijk voeg je elkaar toe aan je LinkedIn netwerk. Want dat is wel een waardevol netwerk. Daar moet je wel goed mee omgaan. Dat wou ik met jullie delen. Zijn er nog vragen? Nou, de vraag is van, ik weet niet, Ben, hoe kun je, wat is de volgende stap? En je kunt jezelf op heel veel manieren gaan branden, maar wat is inderdaad dan de meest belangrijke vanuit een single point of contact punt? Ik zou zeggen dat toch als je kijkt naar Google, blijft wat dat betreft heel belangrijk dat mensen toch uiteindelijk starten met Google. Boel, als ik gewoon vanuit mijn praktijk kijk, ik hoor een naam van iemand, ik kijk even op Google, waar komt hij naar boven? Dat is natuurlijk over het algemeen LinkedIn, want de meeste mensen met die je zaken doet hebben LinkedIn. Maar het kan ook zo zijn dat hij het niet heeft. En wat ik altijd doe, is ik kijk altijd naar de bovenste 3 of 5 links van en dan even LinkedIn, en even Facebook, en even Twitter, en misschien nog een blog of een eigen website. Want ik ga niet uit van één netwerk. Want LinkedIn is om jouzelf een beetje meer boost te geven, van kijk eens wie ik ben, want ben ik goed in allerlei zaken. En die andere dingen hebben weer een ander doel met zich. Elk middel heeft zijn doel. Dus of je nou helemaal vanuit één ding je optimaal kan organiseren, vraag je me af. Dat zou toch eigenlijk je echte eigen website zijn. Daar ben je zeg maar zelf master of your own domain. En daar kun je alles doen wat je wil. En optimaal beeld neerzetten. Andere vragen? Ellen?
Nou ja, misschien even een korte vraag van Ellen. Ze heeft bij KPN gewerkt en toen de smartphones uitkwamen, toen was het verhaal van nou, je mag niet zomaar foto's gaan maken, want dan kunnen we als vertrouwelijke documenten dan de wereld ingaan. Dat willen we niet. Ja, je mocht ook de telefoons niet eens meenemen, hoewel ze dus wel smart waren, of andere dingen heel erg toegankelijk zijn of handig zijn. Maar toevallig vanuit een aantal klanten waar we dan ook voor werken, horen wij zelf de zaken dat dingen gewoon afgesloten zijn. Maar goed, dus mijn privé mening, ik vraag me af hoe lang het houdbaar kan houden. Uiteindelijk gaat het een keer, mensen hebben die dingen en gaan het gewoon gebruiken. Dat kan je wel tegengaan, maar hoe meer mensen gaan tegenwerken, hoe meer ze zeggen van, weet je, vind het mooi, ik ga wel iets anders doen. En dan ga je dus veel meer gewoon de kant van mensen die zelfstandig dingen gaan doen. Omdat ze iets wel goed kunnen. Dus er zal een keer een grens komen van een bedrijf gewoon het te veel gaan verbieden. Vermoed ik. Ik bedoel... Nou ja, als je naar Bring Your Own Device kijkt, dat is sowieso al een uitdaging. Als bedrijven dat gaan toelaten, dan is in feite het hek van de dam. Want dan gaan mensen gewoon de dingen doen die zij willen dat ze gaan doen. En dan gaan ze gewoon de foto's maken, dingen op internet zetten. Anderzijds kun je er ook vanuit gaan dat mensen ook wel verstand hebben. En dat de meeste mensen toch wel een beetje ook hersens hebben die je in dienst hebt, die er ook logisch over nadenken en niet zomaar wat gaan doen. Altijd uitzonderingen, uitzondering best de regel, maar dat zal altijd gemiddeld gewoon wel redelijk goed gaan. Er zal ook iets verkeerd gaan, maar er gaan wel meer dingen verkeerd. Er rijden ook mensen tegen elkaar en op de snelweg. Hoeft ook niet, maar dat gebeurt ook. Dus wat dat betreft, dat is natuurlijk anders dan een bedrijfsgeheim laten uitlekken. Maar misschien moet je dat dan ook anders gaan organiseren. En misschien is ook niet alles wel geheim wat wij geheim denken dat is. Was vorige week een reportage bij, volgens mij bij KRO Reporter was dat, over NAS-schijven. Ik weet niet of iemand dat heeft gezien. Je hebt, was bij Report. Jij doet hem stiekem uit. Nee, hij staat aan. Hallo? Mijn stem is gewoon te laag gewoon voor, dat is het gewoon. Walvissen verstaan mij wel. Maar... bij KRO Reporter was dat ook Patrick, geloof ik. Het ging over de NAS-schijven. En dat was specifiek van iOmega. Die krengen die waren default niet beveiligd. Wat betekent dat als jij data op een NAS-schijf zet, dus op een NAS-servertje zet, dat die dingen default, waren die dingen publiek toegankelijk. Dus je kon zoeken op IP-adressen en dat soort zaken. Daar is gewoon software voor. En toen hebben ze dus van... Moet je me even helpen, Patrick. Er was een of andere beveiligingsdirecteur... Ik zit nou te twijfelen of het KPN was of niet, inderdaad. Maar was het in ieder geval iemand van die hoog zat in de beveiligingsboom. Die had dus gevoelige, echt gevoelige data op zijn NAS-server staan. Je zag dus ook gewoon een screenshot van inderdaad, nou ja, dan niet van de documenten zelf, maar dus van de documentenboom of de folderboom inderdaad. Ja, dat krijg je dus ook. Dus mensen kunnen dus wel bewust zijn dat ze het niet zo, dat ze goed op moeten letten met wat ze doen. Er kunnen regels voor zijn. Maar als ook de hardwareleverancier dus inderdaad dit soort gewoon flaters maakt, ja, dan moet je wel op heel veel dingen gaan letten. Dus dat zijn dus wel allemaal zaken waar je goed rekening mee moet houden. Ja, dat was het inderdaad. Ja, nee, de gebruiker moet de handleiding lezen. Ja, nou ja, goed. Ja, oké. Okay. Hey, goed. Dankjewel, Alexis. Applaus.